Er worden geen maatregelen getroffen voor kinderen met autisme op RK Mulo-scholen. Dit is de conclusie van Anastasia Albertzoon, die onderzoek heeft gedaan naar de bekendheid van leerkrachten met betrekking tot het begrip autisme en het treffen van duurzame maatregelen op 4 RK Mulo-scholen in Paramaribo. Ze verdedigde gisteren haar masterthesis met als titel Duurzaamheid in ons onderwijs bij de IBW University. Albertzoon zegt dat er wel organisaties zijn die zich bezighouden met kinderen met autisme, maar die worden niet gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De vraag, als de leerkrachten bekend zijn met het begrip autisme-spectrumstoornissen, kan gezegd worden dat de leerkrachten van de Rooms-Katholieke Mulo-scholen in de meeste gevallen het hebben vernomen van internet, ja, 78% was dat, en een eigen onderzoek. Maar niet dat ze voorgelegd zijn geworden. Op basis van de resultaten van mijn conclusies heb ik een paar aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is dus dat we voorlichting moeten krijgen vanuit het ministerie. De leerkrachten moeten voorlichting krijgen om deze kinderen te kunnen detecteren in een klas. Het moment dat je deze kinderen kan detecteren, kan je eigenlijk je vinger leggen op de pols. Dan kan je een oplossing vinden. Een hulpmiddel hiervoor kan zijn een signaleringsformulier of een bodysysteem. Wat is een signaleringsformulier? Het is een formulier gemaakt uit het DSM-4. Het is een soort van handboekje waarbij je dus dan de symptomen hebt van de verschillende vormen van autisme. En dan wordt er nagegaan welke symptomen zo'n kind vertoont. En aan de hand daarvan zou je kunnen vaststellen dat dat kind dus aan één van de vormen leidt. Albertzoon zegt dat er met een bodysysteem gewerkt kan worden voor het ontdekken van autisme bij kinderen. Een bodysysteem is een effectieve methode waarbij iemand de verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid en het welzijn van een andere. Nou, als we een bodysysteem in het leven roepen, is het zo dat bijvoorbeeld de leerkrachten, een groepje leerkrachten, getraind kunnen worden om deze kinderen te detecteren en om ze bij te staan en te begeleiden. Dan hoeven deze kinderen niet uit hun schoolomgeving te gaan om naar een speciale school te gaan. Want deze kinderen zijn niet zeg maar traag. Ze verwerken gewoon de situatie anders. Tot zover Anastasia Albertzoon. Ze studeerde gisteren af in Business Administration met als specialisatie Strategic Management and Organization aan de IBW University.